De welvaartsstaat laat toe dat we dure dieren kopen en dat doen ze dan ook. En dan krijgen we de verdrietige en verbijsterende situatie dat men vooral apen gaat houden. Aan het woord is Occo Reusien uit Amstelveen. En hij weet waar hij over spreekt, omdat hij vrijwel dagelijks mensen aan de deur krijgt die hun aap niet meer aankunnen. Vaak hebben ze dan al vergeefs aangeklopt bij een dierentuin. Reusien heeft nu al meer dan 60 apen in zijn huis. Dieren die door het isolement waarin ze leefden tenslotte agressief en onhandelbaar werden. Van nature zijn het dieren die in groepen leven, gebonden aan een bepaalde rangorde, zoals bij kippen bijvoorbeeld. Als men nu weet dat het bij apen nog vele malen sterker geldt, dan ziet men de zinloosheid om 1 of 2 apen te houden. De aap die 4 jaar lang ontzettend lief was en erg aanhankelijk, die wordt plotseling vals, meneer, opeens helemaal dol. En dan moet die maar weg. En dan moeten ze naar de stichting AAP, Apen, Adoptie en Protectie, hier. En wat doen we er dan mee? Dan proberen we weer deze dieren samen te voegen tot groepen, met een leider, met de juiste plaats voor iedereen. Occo Reusien heeft noodgedwongen ook een aantal apen in zijn tuin ondergebracht. En daar maakt hij zich in deze tijd veel zorgen over. Ik heb nu een panische angst voor de winter, die wat ons betreft nu al begonnen is met vochtige en koude nachten, vergeleken bij het hoogzomer. Nu moeten ze uit de verblijven uit de tuin, niet morgen of overmorgen, maar eigenlijk nu, hedenmiddag of morgenochtend vroeg, om eens een extreem voorbeeld te noemen. Ze moeten naar binnen. Reusien en zijn vrouw, die zich het lot van deze welvaartsslachtoffers aantrekken, kunnen dat alleen maar doen dankzij giften van particulieren en van donateurs van de door hen in het leven geroepen stichting. Ze hopen door de medewerking van de gemeente en de dierenbescherming spoedig een terrein met ruimere verblijven te kunnen vinden voor deze apen, die vaak helemaal dol en vol frustraties hier binnenkomen. Vaak ook veel te laat bij hen worden binnengebracht. Dit aapje is stervende. U kunt zien dat de ledematen krachteloos zijn. Door een ruggengraatverwonding is hij gewoon aanvankelijk vanaf het middel verlamd geraakt. En die verlamming zet zich door en heeft nu de bovenste ledematen bereikt. Hij zal dus stikken. Er is helemaal niets meer aan te doen. Een aap als huisdier is onmogelijk. Je kan het niet vaak en niet sterk genoeg zeggen. Het kan niet.